Ja, en dan werd ik vanochtend wakker met een stijve nek. Maar dat doet er allemaal niet toe, ik kan de pret niet drukken. We zijn gewoon met ons viertjes hier het zonnetje in huis. Ja. En ja, madame Reika die is hier en Ewan die is hier. Hé, ja. Ewan die heeft eten gehad. Een hele goede middag, lieve vrienden. Het is vandaag alweer maandag en we leven op 9 december om 2:07. Ja, ja. En ja, de dieren zijn natuurlijk uiteraard binnen met dit hele vieze slechte weer. Ja, het is somber, het is triest, het is donker, het is grijs en het regent en het spoelt steeds. Het is gewoon niet fijn. Nee, dat... Ja, en dan werd ik vanochtend wakker met een stijve nek. Maar dat doet er allemaal niet toe, ik kan de pret niet drukken. We zijn gewoon met ons viertjes hier het zonnetje in huis. Ja, ik weet niet of jullie dat ook zijn, maar dat wil ik ook wel eens een keer weten. Of jullie de zon zijn in huis. En ja, ik wens jullie ook natuurlijk een welkom bij een nieuwe vlog van Coriena en de beestenboel. Wat is er? Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? En Eeuwen die zit op die stoel daar. Daar zit Eeuw in. Echt, het is somber en grijs. Echt de donkere dagen voor Kerstmis. Zullen we eens even kijken of ik daar wat aan kan doen. En toen was er licht in de duisternis. Reika die denkt ook, wat gebeurt er? Hé, ja nou. Ja. Ga op de bank. Reika. Kom maar dan. Kom maar dan. Kom dan. Reika. Het regent, hè. Zie je dat? Dat is zo baai, hè. Kijk nou eens. Ba, 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 ba. Ja, echt niks aan. Zie je wel, Gandalf? Daar wil jij niet in naar buiten? Nee. Hé? Wat doet Gandalf dan, Reika? Wat doet ze? Wat doet hij dan? Reika, kom dan. Kom je niet? Hé, meisje. Jij blijft mijn prinsesje, ja. Daar wordt niks aan veranderd. En dit is mijn kleine meid. Oh, stel je niet aan. Wat doet Gandalf nou, hè? Ja. Wat doet Gandalf nou, hè? Potverdikkie, ja. Ja. Toppie. Nou, lieve vrienden, geniet van jullie dag. Doe ik ook. Ik zou zeggen, tot later. Hé, ja nou, meisje. Ja, boe. Kom mee. Spelen. Kom mee. Oh, grote meid, hè. En wat is dit dan? Wat is dit dan? Wil je niet meer spelen? Wil jij niet meer spelen? Wil jij niet meer spelen? Wat is dat? Wat is dat? dat? Wat is dat dan? Hé, wat is dat dan? Boefie. Hé, boefie. Wil je niet meer spelen? Ben je uitgespeeld? Nou al, niet in mijn oor, maar. Niet in mijn oor. Nee. Nou, dan gaan we weer hoor. 1, 2. Hoppatee. Ja, kom mee. Kom mee. Kom mee. Kom mee. Kom mee. Kom dan. Nou. Kom dan. Kom. Wat gaan we doen dan? Wat gaan we doen dan? Nou? Wat gaan we doen dan? Wat gaan we doen dan? 1, 2. Goed zo. 1, 2. Hoppala. 1, 2. Dan gaan we weer hoor. Hoppala. Goed zo. Hé, ja, ze is blieven. Oh, gosje dikkie. Oh. Hé? Kom dan. Doet, doet. Zeg maar hallo. Nee, doe het niet meer hallo. Nee. Net buiten geweest, hè? Ja, net is ze buiten geweest, hè? Oh, gosje toch, hè? Ja. Hm? Kom maar. Kom dan. Oh, wat is dat allemaal? Wat is dat allemaal? Hé, ja? Wat is dat allemaal? Raar ding, hè? Ja. Dit is toch een raar ding, hè? Wat doet vrouwtje toch allemaal rare dingen met zo'n ding, hè? Wat zou dat nou allemaal wezen? Maar je wordt wereldberoemd. Ja, je wordt gewoon wereldberoemd, schat. Hé? Nee. Ja, ze was er net even met mij aan het spelen. Ik denk, nou, dan ga ik even filmen en ik zet dat ding klaar en ik zet hem aan. Is het over, hè? Over. Ja, je hebt koude pootjes. Ja, je hebt koude pootjes. Hé? Gaan we doen. Wat gaan we doen? Kijk. Dat is een hele grote bonk, hè? Jo, dat lust Reika allemaal wel, hè? Wat verdikje. Nee? Jo, ze kunnen nog wegslepen op dat ding. Hé, wijfie? Ja. Nou, hier ook allemaal dingen wat ze op kauwen kan en opeten kan, behalve die niet. Nee. En ook Nijntje niet. En Nijntje, nou die was eerst van Frodo. Nijntje. En dat heb ik dus gewassen. En nou is het van Reika. En zo had Frodo ook nog een ander plusbeestje, en dat was Slapie. En die ligt boven. En ook die is gewassen. Ja, en nou heeft Reika die op bed. Dus altijd leuk. Ik ben ook aan het renderen. Dat is vorige week zaterdag, niet afgelopen zaterdag, maar die zaterdag ervoor, dat ik Reika kreeg van Karin en Roderick. Die duurt een beetje extra lang. Ik kan er ook niks aan doen. Nee, die wil ik niet splitsen, vind ik zonde van de wimmen. Ja. Ben ik nou ontoer met de GoPro, dan vind ik dat niet erg om dat in 2 keer te doen, weet je. Maar dat hoort echt bij elkaar, dat is leuk, dat is mooi. Maar oké, lieve vrienden, geniet van jullie avond, het is 5:45. Ik ga ook zo eten klaarmaken voor de diertjes. Althans, het staat nog, ik heb nog, laat ik het zo zeggen, want ze hebben het niet opgegeten. Alle 3 niet, dus ja. Maak er wat bij en het is klaar, punt. Nou, en dan voor mezelf eten maken. Ik denk dat ik aan de stampot een dijfje ga. Ja, is al een hele tijd geleden dat ik dat heb gehad. En daar heb ik gewoon zin in. Lekker smoren met spekjes. En door de aardappelpuree heen. ½ euro kost en klaar. Ja, 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 lekker. En die is al lekker bezig. Zo geweldig. Ja. Nou, morgenmiddag met naar de dierenarts. Dus ben ik benieuwd wat die ervan zegt. En ja. Komt allemaal goed. En Hero is er eentje die is ook aan het brullen van ik wil eten. Nou, die krijgt ook zo eten. Ik ben bijna klaar met het plaatje die bij de vlog behoort te komen. Dus ja, het komt allemaal goed. En ik ga vanavond lekker genieten van de televisie. En de rest kan allemaal van mijn part de hart op. Ja. Ik zal in de pauzes wel op Facebook zitten. Maar is de pauze weer voorbij, ben ik weer voor de televisie. Want dan komt een mooie kerstfilm. Ja. En die wil ik zien.nl. Ja. En ja, voor de rest wens ik jullie allemaal natuurlijk een hele fijne, liefdevolle avond. Geniet daarvan. Smakelijk eten. Voor later op de avond uiteraard wel rusten. Lekker slapen met mooie dromen en gezond weer op. En ja, lach. Wees lief voor elkaar. Niet alleen nu dat het bijna kerst is. Nee. Doe dat iedere dag, van iedere maand, iedere jaar. Noem maar op, iedere dag lief zijn voor elkaar. Ga niet op de vuist. Ga elkaar niet slaan. Ga elkaar niet uitschelden, want ook dat kan pijn doen. Nou ja, wees gewoon lief. Punt. Ja. Ja, meisje lief. Ja, mijn meisje lief. Oeh. Oeh. Maar in ieder geval, ja, ik zou zeggen, doe dat. En geen haat en nijd. Want met oud en nieuw om 12 uur wens je elkaar wel je buren en weet ik van wie. Gelukkig nieuwjaar, je loopt door de stad en je wenst wildvreemden, gelukkig nieuwjaar. Maar de dag erop sla je hem het ziekenhuis in. Nou nee, dat gaat er bij mij niet in. Nee, dat wil ik gewoon niet hebben. Dat mag je niet doen voor mij. Punt. Ja, gewoon lief zijn. Simpel zat. Als iedereen dat nou zou doen, die stelling over te nemen van mij, dan zou de wereld er heel anders uitzien dan het er nu uitziet. Ja toch? Ja. Nou, ik zou zeggen, tot morgen. Doei! Goedemiddag lieve vrienden. Ja, wees welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Coriena en de beestenboel. Ja, ja. Ik ben wat laat nog met mijn eten, want ik ben boven aan het werk geweest. Ja, met de wasgoed bezig, etc. En ja, madame Reika die is hier en Ewan die is hier. Hé, ja. Ewan die heeft eten gehad. Die heeft eten gehad, maar die eet niet. Dat staat er nog. En zoals Gandalf, ja, die is hier zoals gewoonlijk boven. Ja. Reika en ik moeten straks weg, want ze moeten naar de dierenarts. Even de eigen voorstellen, paspoort laten verwerken naar het Nederlands toe, etcetera, etcetera, etcetera. Ze krijgt een hele, nou ja, soort gewoon even onderzocht. Kijken of alles goed is, etcetera. Maar dat komt ook allemaal wel weer goed, hè schat? Ja nou, ja. Kijk, we moeten de kou en de harde wind trotseren. Want het waait nogal hier al aardig hard, al zeg ik het zelf. Maar ja, wie ben ik? En dan kan ik zeggen, oh, het valt wel mee. Ik ken er eentje die het wel zal zeggen, dat is Astrid. Ja, nee, ja, die zegt, ah, het valt wel mee. Terwijl een andere vindt stormen. Maar ja, oké, wie ben ik? Hé, meisje? Ja. Maar oké, ik wens jullie allemaal een hele fijne middag. Geniet van alles. Ik hou jullie natuurlijk op de hoogte hoe het bij de dierenarts gaat. Hé? Ja. We nemen gewoon eventjes... Ja, ik kijk wel of ik kan vloggen, mag vloggen, weet ik veel. Ja, ze willen er niet op, hè. Dat is het probleem. Dus, maar oké, komt allemaal goed. Ik zou zeggen, geniet ervan. En tot later. Doei, doei. Vergeet nog wat te zeggen, ja. Wanneer, de hoeveelste vandaag is. Het is vandaag 10 december en we leven om 11 minuten over 2. Dat wou ik jullie nog even melden bij deze vlog. Ja, hoe dom kun je wezen, hè, om dat te vergeten. Dat moet je toch iedere keer even melden, hè? Ja, anders weet je niet hoeveel het is. maar in ieder geval de 10e. En denk erom, morgen is Karin en Roderick een jaar getrouwd. De 11e. Ja, helemaal leuk voor hun. Ja, ik ga er niet naartoe hoor. Nee, is niet nodig. Dat moeten ze zelf met z'n tweetjes vieren. Ja. Hé? Dus dat komt ook denk ik wel goed. En ik hoop dat ze ervan zullen genieten, die twee. Ja, ja, met hun dieren natuurlijk. En ja, nogmaals zou ik zeggen, geniet van je dag en doe het met een lach. Tot straks. Nou, ze zitten beiden weer heerlijk te eten. Ik had, ja, Reika loopt er af en toe even bij weg en dan gaat ze zitten en dan gaat ze kijken en dan gaat ze doen en ja, neemt ze weer een hapje. Dus ja, nou kijkt ze toe hoe Ewan eigenlijk aan het eten is. Hé meisje? Ja, en we zijn dus bij de dierenarts geweest en daar is het heel goed gegaan. Ze gelijk heeft ze de jaarlijkse controle maar gehad en ander jaar december weer terugkomen. Ja, mits alles goed blijft gaan vanzelf. Hé Reika? 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 Kom eens. Kom eens. Kom dan. Daar hebben we eten. Ja, er zit geen vleesje in, hè? En macaroni en brokjes. Ja. Karin die zei afbouwen met het wat vlees. Ja, ik had je eigen vlees er wat bij. Maar je moet ook dat kunnen eten. Ja. Oh, lekker hè. Want het vrouwtje zag wel dat je bij Karin en Roderick was. Dat je daar gewoon volwassen hondenbrokken at. En dit is nog puppyvoer met macaroni erdoor. Om op krachten te komen. Ja, en het is ook de laatste macaroni. Morgen krijg je geen macaroni. Tenminste, wanneer dit op is, krijg je geen macaroni. Nee. Gaan we gewoon verder proberen. Lekker hè, meisje. Oei, oei, oei. Oei, zo lekker hè. Nou ja, en Gandalf zit uiteraard achter de deur. En ik heb snoepjes voor haar gekocht. Ja, en anders zei aan zo'n, hoe heet dat ding, wat ik ook allemaal heb gekregen van Karin en Roderick in dat verrassingspakket. Die konijnenoren, als je er zo'n stuk geeft aan haar, dat, nou ja, ook aan andere honden, dat is gelijk ook een, staat gelijk aan voeding, aan een maaltijd. Ja. Ik heb me daar even in laten lesgeven. Wat is dat nou, potverdikje? Wat laat je dan nog weg? Je moet wel weer opruimen. Hé, tante, kom eens, macaroni. Daar. Kijk. Ja, dat. Goed zo, goede meid. Nou zeg, wat dikkie. Hier, opruimen, 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 daar, opruimen. Zo eten. Ja, goed zo. Zo te zien. Ja, toppie. Heel goed gedaan. Ja, heel goed gedaan. Ja, en de dokter die haalde een kam door de vacht en zag had dus meereizigers, ja. Dus gelijk ook daarvoor behandeld. Ze was het sleetje rijden een paar keer, had ik gezien. Ook daarvoor is ze behandeld, ze had wormen, dus ja, hup, weg met die beesten. Geen meereizigers nodig. Hè meisje? Nee. Maar oké, lieve vrienden, ik zeg jullie een hele fijne avond en tot later. Doei doei!